Sinds enige tijd heeft het gasthuis in Jan de Deo in Millingen aan de Rijn een nieuwe directeur-bestuurder, Roel Jutte. En het BD1 videoteam besloot om hem eens te bezoeken. En dan zit ik nu aan tafel met Roel Jutte, de nieuwe directeur van het gasthuis. Proficiat. Dankjewel. De eerste vraag is natuurlijk, wie is eigenlijk Roel Jutte? Want je komt niet uit Millingen. Nee, ik kom niet uit Millingen. Ik woon in Kuik. Ik woon daar met mijn vrouw en 4 dochters. De oudste zoon is het huis uit. En ik ben 59. Mm-hmm. En ik werk eigenlijk al sinds mijn 25ste in de zorg. Een man met veel ervaring dus. Ja. Ja. Hoe is dat begonnen met je 25ste? Nou, ik ben eigenlijk opgeleid als leraar, als onderwijzer. Ik heb de Pedagogische Academie gedaan. Mm-hmm. En ik heb een paar jaar voor de klas gestaan. En in die tijd was het heel slecht, hè? Heel moeilijk om aan werk te komen. Ja. Dus ik ging van tijdelijke baan naar tijdelijke baan. Dat schiet niet op. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik wil dat niet meer. Ik ga de zorg in. Dus ben ik verpleegkundige geworden. Okay. Ben ik leerling verpleegkundige geworden in het ziekenhuis. Maar dan moest je dus weer een opleiding vervolgen. Ja, moest ik weer aan de slag. Ja. Ja. Dus vandaar die 25. Vandaar die 25, ja. Ja. En woonde je toen al in Kuik? Nee, toen woonde ik nog in Veghel. Oké, okay. En dan werkte je daar op een zorginstelling in Veghel? Ja, dat heette toen nog het Sint-Jozef ziekenhuis. Dat is later Bernhoven geworden. Mm-hmm. Ja. Hoe is je carrière verder verlopen? Nou, ik ben van leerlingverpleegkundige ben ik naar verpleegkundige op de spoedeisende hulp geworden. Dat is heftig, lijkt me. Ja, dat was heel leuk, heel interessant. En na een jaar werken op die spoedeisende hulp als verpleegkundige ging het toenmalige afdelingshoofd die ging naar een andere baan. Die ging het ziekenhuis uit. En het subhoofd werd ziek op dat moment. En toen belanden we eigenlijk als team in een soort vacuüm. Ja. Er was geen leiding meer. En ik was natuurlijk nog maar heel piep, want ik was daar net een jaar aan het werk als gediplomeerde. Nou, je hebt er wel de stoute schoenen toen aangetrokken. Ik heb toen het team bij elkaar geroepen en gezegd, jongens, moeten we niet iets gaan doen? Moeten we niet eens gaan praten met de directie? Want iemand zal toch ons moeten gaan vertegenwoordigen. Ja. En toen zei het team tegen mij, ja, nou, misschien moet jij dat dan doen, Roel. Mm-hmm. Dus ik ben naar de directie gestapt en we hebben daarover gesproken en... Nou, die vroegen van, wil jij dat dan niet tijdelijk waarnemen? En dat tijdelijk is definitief geworden? En dat tijdelijk is uiteindelijk definitief geworden. Ja. En zo heb ik daar een aantal jaren als leidinggevende gewerkt. Op de spoedeisende hulp en op de ambulance. Je zegt een aantal jaren, dus er is daarna weer een andere loopbaan geworden. Ja. Toen ik dat een aantal jaren gedaan had, een jaar of 4. 3, 4 denk ik. Werd er in dat ziekenhuis waar ik toen werkte een nieuwe afdeling opgericht. De afdeling short stay. En dat is een afdeling waar door de week mensen liggen met... redelijk eenvoudige ingrepen. Mm-hmm. En die afdeling die gaat in het weekend dicht. Maar die bestond nog helemaal niet, die afdeling. Dus die moest opgezet worden. Er moest een team voor geformeerd worden. Daarvoor moest het operatieschema aangepast worden. Mm-hmm. Daarvoor moet het polykliniek spreekuur aangepast worden. Ja. Eigenlijk moet het halve ziekenhuis overeind. Ja. En ik werd toen gevraagd of ik dat wilde gaan opzetten. En dat leek me leuk. Dus dat heb ik gedaan. Ja. Laten we een hele grote sprong maken in je carrière. Wanneer hoorde je en hoe hoorde je voor het eerst dat er een functie directeur-bestuurder in Millingen vrijkwam? Oh, dat weet ik niet meer precies. Ik zag hem op internet ergens langskomen. Oké. Ik weet niet eens meer precies op welke website of waar. Mm-hmm. Ik zag hem ergens langskomen en dat triggerde me. Ja. En wat was het wat je triggerde dan? Nou, ik dacht, god, Millingen, dat ken ik wel. Ik ben hier wel eens op de racefiets langs geweest en... Is dus in de buurt. Mm-hmm. En ik dacht, dat zal ongetwijfeld een kleinere organisatie zijn. Ja. Dus ik ben dat dus gaan opzoeken. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. Ja. En dat trok me aan. Ja. Het sollicitatiegesprek gehad. Mm-hmm. Ja. Wat was je eerste indruk toen je hier het gasthuis binnenkwam? Warm. Mm-hmm. Vriendelijke mensen. Een hele goede sfeer. Mm-hmm. Dat pik je dan op als je daar zo binnenloopt. Ja. En nu ik hier een tijdje langer rondloop, wordt dat bestendigd. Dus, Zeg, je loopt hier 2 dagen in de week, woensdag en vrijdag. Ja. Dan loop je ook nog ergens anders rond. Ja. Waar? In Den Bosch, bij Vivent. Dat is ook een ouderenzorgorganisatie. Mm-hmm. En daar ben ik verantwoordelijk voor 4 zorglocaties, 4 verpleeghuizen. Ja. Ja. Kun je dat werk vergelijken met het werk wat je hier doet? Ja, een beetje wel. Daar zit natuurlijk nog een bestuurder waar ik mee samenwerk. Ja. En hier doe ik dat zelf. Hier. Ja. Dus alle
verantwoordingstaken naar de OR, naar de cliëntenraad, naar de raad van toezicht. Mm-hmm. Maar ook naar de burgemeester en wethouders, naar de zorgkantoren. Ja. Die doe ik hier natuurlijk allemaal zelf. Nou ja. En daar ben ik onderdeel daarvan. Ja. We hebben het een beetje over het verleden gehad. Mm-hmm. En over het heden. En daarna hoor je natuurlijk over de toekomst te praten. Ja. Want hoe ziet de toekomst van het gasthuis eruit? Ja, nou dat is... Daar kunnen we nooit zeker op zijn, hè, van tevoren. Maar wat zijn de plannen? De plannen, het eerste plan dat we hebben is om zeg maar, de bouwkundige situatie hier te gaan veranderen. Mm-hmm. Het gasthuis is op een aantal onderdelen wat verouderd. Moet nodig gerenoveerd worden. De brandveiligheid moet aangepast worden. Er zijn een aantal onderdelen die nodig aangepast moeten worden. Mm-hmm. En we hebben daarvoor een partner gevonden die dat samen met ons wil gaan doen. Ja, dat is? Dat is Estea. Mm-hmm. Daar zijn we nog mee in gesprek. Hè, de overeenkomsten zijn nog niet rond, maar we zijn wel een heel eind. Ja, ja. En we hopen dat we dat snel kunnen gaan afronden. Ja. En dat we kunnen overgaan tot aanpassing en renovatie van het gebouw. Ja. Die partner Estea die gaat het gasthuis kopen, heb ik begrepen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. En dan huurt het gasthuis een gedeelte terug. Ja, dat is correct. Welk gedeelte? Het gedeelte waar we hier in kijken. Ja. Aan de Willibrordstraat is dat? Dat is het gedeelte aan de Willibrordstraat inderdaad, ja. Ja. En wat gebeurt er dan met dat andere gedeelte? Het andere gedeelte kunnen ook mensen komen wonen die zorgbehoeftig zijn. Mm-hmm. Maar die worden dan verhuurd door die organisatie die het dan gaat kopen. Dat zou dan Estea zijn. Ja. Mm-hmm. En wij krijgen een belangrijke stem in het selecteren van de mensen die daar voor een aanmerking komen. Zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk een nieuwe vorm van aanleunwoningen worden? Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Ja. En wanneer moet dat allemaal een beetje rond zijn? Nou, als het goed is, gaan we dit de komende weken gaan we dit contractueel rondmaken. Oké. Okay. En dan willen we ook heel snel gaan beginnen met de verbouw. Ja, ja. Dus dan heb je het al over oktober. Oké. Okay, Dan moeten de bewoners gaan verhuizen intern. Ja. Dat is een belasting voor de bewoners. Zeker, ja. Hoe wordt dat aangepakt? Dat wordt aangepakt onder regie van een projectgroep. In de projectgroep zit ook de voorzitter van de cliëntenraad. Mm-hmm. Daar zit de zorgmanager in, daar zit de adviseur van de bouw in. En wat je moet voorstellen is dat wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor een correcte verhuizing. Mm-hmm. Zowel heen als weer terug. Ja, het moet twee keer verhuizen. Het moet twee keer verhuizen, inderdaad. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de tijdelijke woning netjes ingericht wordt, hè, gestoffeerd, wordt opgeleverd. Dus daar gaan we allemaal netjes voor zorgen. Okay. En we gaan ook ondersteuning bieden bij de feitelijke verhuizing zelf. Ja. De exacte plannen zijn we daarvoor nu aan het uitwerken. Okay. Maar je kunt je voorstellen dat we daar onze vrijwilligers voor inzetten. Als dat nodig is, professionele mensen voor inzetten. Mm-hmm. Verhuizers. Het gaat zo optimaal mogelijk. Het gaat zo optimaal mogelijk. Maar wij denken ook dat familieleden het vaak leuk vinden om zelf hun vader of hun moeder daarin te ondersteunen. Mm-hmm. Dus die zullen we daar ook in gaan betrekken. Ja. Zeg, we hebben beperkte tijd, ja. Want je hebt het druk. Ik denk dat het handig is dat we nog eens een keertje een afspraak maken op een later termijn, als concreet er dingen echt hier aan het veranderen zijn. Dat is prima. Ja. Nou, dat is bij deze afgesproken. Doen we dat? Dankjewel. Oké, dankjewel, Harry.